het balletje breed voor te pakken. Zelfs schieten kan ook en dan valt hij heel gelukkig erin. Het is het eerste doelpunt van het seizoen voor Quinty Sabayo. Zij zal hem ongetwijfeld op de naam krijgen. Maar een wat slimmelige tegentreff voor VV Alkmaar. Mooie actie van Sabayo. Dan is het weer aan de Amsterdammers op de eigen toekomst. Kijk eens, dit is een hele mooie Victoria Pelova. Sabayo legt hem weer eens opzij en Pelova hoeft dan alleen nog maar te richten. Weer even, is het te verrassen. Nou, ook ja! Spitsen doet dat! En dat is een grote fout van Lorsheid. Een schitterend doelpunt dus van Spitsen, want ja, je ziet dat je probeert en je voert het uit. Met een onwaarschijnlijke baaldag op deze manier voor Barbara Lorsheid. Bij de 2-0 niet heel lekker, bij de 3-0 helemaal niet lekker. Spitsen ziet inderdaad dat Lorsheid behoorlijk tegen de zon in kijkt, maar ja, deze had ze gewoon moeten hebben. En schitterend, prachtig doelpunt van Shirina Spitsen. En Ajax leidt met 1-0. Ja, schitterend. Prachtige bal. Pothof duikt nog, maar kan er niet meer bij. 5-1. En dan is het nog altijd geen rust. En loopt Ajax zelfs ook nog uit naar 6-1. Dit is misschien wel de mooiste van de avond. Nadine Noordam. Heerlijke goal. En dan kan Ajax en dus ook deze Suzanne Bakker feest gaan vieren. 6-1 bij rust. Danvert is. Ja! En daar is dus een mooi slotakkoord van deze wedstrijd. En het bewijs van Spitsen dat zij de nummer 1 blijft trappennemer is. En hier bewijzen waarom. Dan kunnen we met links. Wordt Leugder ineens. Ah, schitterend! Romain Leugner kreeg de goedkeuring van Spitsen op voorhand. En die is nu ook de eerste die er om de nek vliegt. Toch wel verrassend dat Romain Leugner dat mag doen. Maar ja, het is wel gewoon de topscorer. Keurig over de muur. Geen kans voor Alkemade. En dan doet Sherida Spitsen dit. Keepster Racing verschokt. En Ajax dan toch op voorsprong. Weer. Legt hem erin, het is 1-1, Ashley Weerde. Een van de speelsters die het minste last lijkt te hebben bij Ajax van de omstandigheden. Die gewoon lekker voetbalt, doet wat ze moet doen. En zij zorgt razendsnel voor de gelijkmaker. Aanloop, bal met effect. Spitsen, bal wordt weggebokst. Dan de omhaal en het doelpunt, fantastisch. Is het Ashley Bakker? Jawel, geweldig. In de allerlaatste secondes van deze wedstrijd. Wat een ontknoping. Ashley Bakker. Weer doet zij het, net als afgelopen donderdag. En de speelsters worden gek van geluk. En in de rebound komt de bal terecht. Ashley Bakker met een artistieke omhaal. En met een stuit verdwijnt de bal in het net. Wat een ontknoping, wat een slotfase.